De gemeente Veldhoven bestaat dit jaar 100 jaar. Dat is een prachtige kans om jullie wat meer te vertellen over de geschiedenis van onze gemeente. Hoe ging het er vroeger aan toe? Hoe is Veldhoven uitgegroeid tot wat het nu is geworden? En wat maakt Veldhoven bijzonder? Reis met ons mee. Ruim 100 jaar geleden bestond Veldhoven nog niet zoals we het vandaag kennen. Er waren 4 kleine dorpen. Oerle, Zeelst, Meerveldhoven en Veldhoven. In 1921 werden deze 4 kleine dorpjes samengevoegd tot 1 gemeente, de gemeente Veldhoven. Op de hoek Dreef-Heerseweg stond het eerste gemeentehuis uit 1921. Kijk maar eens goed naar de verschillende dorpen uit die tijd. Herken jij er nog iets van? De eerste burgemeester was Albertus van Hoof. Een naam die jullie vast bekend in de oren klinkt. Maar na 100 jaar is het aan onze huidige burgemeester, Marcel Delhaye, de eer om de vlag te hijsen. Oerle, Zeelst, Meerveldhoven en Veldhoven waren echte plattelandsdorpen. Er woonden vooral boeren en arbeiders die alleen het Veldhovens dialect spraken. Ze werkten op eigen kracht met eenvoudige gereedschappen. Tractoren en machines hadden ze nog niet. De mensen werkten lange dagen en de kinderen gingen alle dagen naar school. Ook op zaterdag. Het leven van nu is erg luxe als je dat vergelijkt met het leven van toen. Water kwam uit de put. Huizen werden verlicht met een petroleumlamp. En jezelf wassen deed je met behulp van een lampetkan. Of een teltje water uit de put. En kinderen mochten 1 keer in de week in de grote tuil. Binnen brandde de hout- of kolenkachel waar ook op werd gekookt. En buiten stond de poepdoos. Doortrekken bestond nog niet, want er was nog geen riolering. En de was werd met de hand gedaan. Supermarkten bestonden nog niet. De bakker kende men wel en er waren ook wat winkeltjes. Maar de mensen waren niet rijk. En bijna iedereen zorgde voor zijn eigen eten. De meeste gezinnen hadden een moestuin met groenten en een boomgaard met fruitbomen. Men hield ook vaak kippen en een varken. Deze dieren werden vetgemest met etensresten, zoals aardappelschillen. En werden, als ze dik genoeg waren, aan huis geslacht. Niemand had een koelkast, dus vlees werd gewekt in potten of gepekeld met zout. Gedroogd en opgeborgen, zodat hier een hele winter van kon worden gegeten, zonder dat het zou bederven. De groente- en fruitoogst van de zomer werd ook gewekt in potten, zodat daar ook een wintervoorraad van was. De woorden recyclen of milieubewust, daar hadden de mensen nog niet van gehoord. Toch leefden ze bewuster dan wij tegenwoordig. Alles werd opnieuw gebruikt. Kapotte kleren werden gemaakt, gaten in sokken gestopt en een oud versleten hemd werd de vaatdoek of de dweil. Er werd bijna niets weggegooid. De mensen leefden erg zuinig. Bijna iedereen was katholiek, erg gelovig en ging elke dag naar de kerk om te bidden. De kinderen moesten op school de catechismus leren. Hierin stonden de regels van het katholieke geloof. De pastoors en de kapelaans waren erg belangrijk voor de mensen. Ze vertelden de mensen hoe ze moesten leven volgens het katholieke geloof en steunden hen hierbij. De kloosterzusters zorgden voor het katholieke onderwijs en hadden de zorg voor zieken, ouden van dagen en weeskinderen. Omdat er nu nog maar heel weinig mensen naar de katholieke kerk gaan, zijn alle katholieke kerken gesloten. Behalve deze van Meerveldhoven, Christus Koning.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een auto of een fiets. Of we kunnen gemakkelijk met het openbaar vervoer reizen. Dit was 100 jaar geleden niet zo gemakkelijk. Mensen gingen vaak te voet. Of ze gingen met paard en wagen. Er waren ook fietsen, maar lang niet iedereen had er een. En alleen de hoofdwegen waren verhard. Een auto of een motor konden alleen de rijke mensen betalen. Langzamerhand kwamen er ook bussen en van 1897 tot 1937 reed er een stoomtram van Eindhoven door Veldhoven naar Arendonk in België. Omdat de tram niet alleen personen vervoerde, maar ook goederen, hadden zich langs deze tramlijn allerlei fabrieken gevestigd. Ken je dit gebouw? Dit is nu een meubelwinkel, maar het was vroeger een sigarenfabriek. In Veldhoven waren veel sigarenfabrieken gevestigd, groot en klein. Veldhoven was ook goed in het maken van linnen. Er waren diverse linnenweverijen gevestigd. Hier maakten ze grote lappen linnen die werden gewassen en gedroogd op den bleek. En daarna verstuurd naar fabrieken die er weer beddengoed, handdoeken of kleding van maakten. De linnenweverijen werkten eerst nog op stoomkracht, maar later op elektriciteit. Andere fabrieken die je kon vinden in Veldhoven waren wasserijen, schoenfabrieken en steenfabrieken. De eigenaren van deze fabrieken verdienden veel meer geld dan de boeren en arbeiders en konden door deze rijkdom mooie grote villa's bouwen die er nu nog steeds staan. Zeels lag weliswaar niet aan de tramlijn, maar er waren wel sigarenfabrieken gevestigd, linnenweverijen en een steenfabriek. Waardoor je ook in Zeels mooie grote huizen kunt vinden van deze rijke fabrikanten. In Oerle waren geen fabrieken, behalve deze botenfabriek van de boeren. Naast de boeren en fabrieksarbeiders waren er in alle dorpen ook arbeiders. Zoals wevers, sigarenmakers, schoenmakers en hoefsmeden. Deze zogenaamde nijverheidswerkers werkten bijna altijd thuis. Het leven bestond vroeger vooral uit hard werken en naar de kerk gaan. Vakanties bestonden nog niet. Er waren wel feestelijke dagen waar de dorpelingen naartoe gingen. De mensen keken vooral uit naar de kermis die jaarlijks in ieder dorp kwam. Er waren veel cafés waar vooral de mannen elkaar ontmoetten. En verenigingen zoals het Schuttersgilde, de Harmonie, de Toneelclub, Fietsclub of de Voetbalclub. In de jaren 30 brak er een heel de wereld crisis uit. Zo ook in Veldhoven. Veel mensen raakten werkloos en verdienden niks meer. Ze kregen steun vanuit de gemeente en het Rijk betaalde ook mee. Ze moesten er wel voor werken. Werkverschaffing heette dat. Zo werden onder andere wegen verhard, bossen aangelegd, zwembad Het Witven werd helemaal uitgegraven met de schop en men hielp mee om vliegveld Welschap aan te leggen. Het was hard werken voor weinig geld. De jaren die volgden zouden nog moeilijker worden. In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Herken je deze vlag? Dat is de Duitse vlag van de soldaten die Veldhoven in 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten. De pastorie bij de kerk moest plaatsmaken voor Duitse officieren die hier hun hoofdkwartier maakten. Zij bepaalden voortaan veel regels in Veldhoven. De burgers werden verplicht om de gewone soldaten bij hen in huis te nemen. Maar ze kregen er wel een vergoeding voor. Tijdens de bezetting werd de spits van de kerk gehaald, want de met bommen beladen vliegtuigen konden moeizaam opstijgen en zouden de toren anders kunnen raken. Hoewel Veldhoven tijdens de oorlog bezet was door de Duitsers,
verliepen de oorlogsjaren redelijk rustig. Tijdens de oorlog was het moeilijk om aan eten, kleding en materialen te komen. Alleen met speciale bonnen kon je wat kopen. Dit heette op de bon kopen. Dit is het Borghoutspark in Zeelst. Als je deze mooie straat ziet, dan denk je niet zo snel aan de oorlog. Toch hadden de Duitsers bunkers gebouwd die eruit zagen als huizen. Hier woonden hun piloten en officieren die het nabijgelegen vliegveld in gebruik hadden genomen. In 1986 zijn de militaire gebouwen verkocht aan burgers, die ze verbouwden tot prachtige woonhuizen. De straat heeft zijn naam te danken aan Johannes Borghouts, een verzetsheld tijdens de oorlog. Zijn schuilnaam was Peter Zuid. Op 17 september 1944 kwamen er door een bombardement in Zeelst 19 mensen om het leven. Zowel volwassenen als kleine kinderen. Dit monument in het citycentrum herinnert hieraan. En nog ieder jaar op 17 september worden de slachtoffers bij dit monument herdacht. De dagen erna werd Veldhoven als een van de eerste gemeenten in Nederland bevrijd. Na de oorlog begon Veldhoven te groeien. Het was toen zelfs de hardst groeiende gemeente van Nederland. Dit kwam omdat de economie groeide. Dat wil zeggen, er werden steeds meer uitvindingen gedaan en er kwam steeds meer werk in de fabrieken. De mensen verdienden meer geld en konden daarom meer kopen. Daardoor moest er meer geproduceerd worden en kwamen er weer fabrieken bij. Vooral Philips fabrieken in Eindhoven. Mensen uit alle windstreken kwamen naar het zuiden om in die fabrieken te werken. En natuurlijk moesten ze ook ergens wonen. Ken je deze wijk? Of woon je er zelf misschien? Dit is Dekker, de eerste nieuwbouwwijk van Veldhoven. Gebouwd in de jaren 50 voor de arbeiders die in de Philipsfabrieken werkten. Door de aanleg van waterleiding en riolering kregen de mensen kranen en stromend water in de huizen. En wc's die men kon doorspoelen. Het leven werd steeds makkelijker en fijner. Door de vondst van aardgas in Groningen werden er gasleidingen in de huizen aangelegd en kwamen er douches en centrale verwarming. Dit maakte het dagelijks leven nog aangenamer. Ook een auto werd bereikbaar voor meer mensen. En omdat men minder hard hoefde te werken dan vroeger, bleef er meer tijd over voor leuke dingen. Zoals een dagje uit, kamperen of een bezoekje aan het strand. Na Dekker in de jaren 50 werden er nog vele wijken gebouwd. Zonderwijk in de jaren 60, daarna het Look, Kobbeek en in 1977 het citycentrum. Alleen Oerle was toen nog een apart dorp. En Veldhoven bleef maar groeien. In de jaren 80 en 90 kwamen de Heikant, de Kelen, de Polders en de Pechbroeken erbij. Door de woningbouw bij het gehucht De Berkt werd in 2000 ook Oerle verbonden met de bebouwde kom van Veldhoven. Omdat in de jaren 60 steeds meer mensen in de fabrieken gingen werken, verdwenen er veel kleine boerderijen. De overgebleven boeren gingen buiten het dorp wonen bij hun nieuwe grote akkers. Die hadden ze verkregen door hun kleine verspreid liggende akkers te ruilen. Dit heette ruilverkaveling. In de jaren 70 maakten de oude fabrieken plaats voor high-tech bedrijven, die zich samen op grotere industrieterreinen vestigden, zoals de Run. Hier is tegenwoordig 's werelds grootste fabrikant van chipmachines gevestigd, ASML. Er werken mensen vanuit heel de wereld. Op de Run is ook het moderne ziekenhuis Maxima Medisch Centrum gevestigd. Ben jij daar al eens geweest? Daarnaast zijn er door de jaren heen veel basisscholen en middelbare scholen bijgekomen.
De middelbare scholen waren eerst helemaal verspreid over Veldhoven, maar zijn vandaag de dag samengevoegd tot één scholengemeenschap, op één locatie, het Zondervik College. Al het goede wat Veldhoven te bieden had, op het gebied van spel en ontspanning, is gebleven. Maar er is door de jaren heen enorm veel bijgekomen. Zo kun je naast voetbal kiezen uit talloze andere sporten, clubs en verenigingen. En in november opent het nieuwe zwembad City Sport zijn deuren. Ook aan cultuur is geen enkel gebrek. Zo heeft Veldhoven een grote openbare bibliotheek, muziekschool Art for You, theater De Schalm met een filmzaal, een moderne bioscoop, Cinema Gold, en museum Het Oude Slot. Aan de groei is nog steeds geen einde gekomen. Er worden nog steeds heel veel nieuwe huizen gebouwd. Op dit moment bouwt men aan de nieuwste wijk Zilverakkers tussen Oerle en Veldhoven Dorp. En in het westen van Veldhoven is de nieuwe weg Grenscorridor N69 gereed. En zo is Veldhoven in 100 jaar tijd van een paar kleine boerendorpen met zo'n 4600 inwoners uitgegroeid tot een grote gemeente met bijna 46.000 inwoners in 2021. Een moderne gemeente die door de nieuwste uitbreidingen op haar toekomst is voorbereid. Waar mensen die uit alle windstreken van de wereld komen, welkom zijn. En een gemeente waar nog altijd de dorpse gemoedelijke sfeer te vinden is en waar het leven goed is. Een gemeente, zoals de burgemeester zegt, een stad van dorpen. Dat is wat Veldhoven zo bijzonder maakt.